De Nigeriaanse rijstboeren die een tegemoetkoming van de staat moeten ontvangen, zullen die in oktober krijgen. Dit zei landbouwminister Prelaat Seudin eerder aan journalisten. Hij stelt dat een bedrag van 70 miljoen SRD is gereserveerd voor de uitbetaling van de boeren. Schade werd opgemaakt, de boeren konden ze registreren, er werd controle plaatsgevonden in het veld. Ook de intentie daarvan een beetje een jugu-jugu geweest, als ik het even zo mag noemen. Uiteindelijk met de tussenkomst van een onafhankelijke groep van deskundigen zijn zaken daar opgeleend geworden. Een deel van de boeren die wilde die tegemoetkoming in vorm van kunstmest hebben, gaven ze duidelijk aan. De president heeft toen aangegeven van luisteren, boeren die kunstmest willen, voor de waarde waarvoor ze geld zouden ontvangen, laat ze de kunstmest krijgen. De minister geeft verder aan dat het verstrekken van kunstmest aan de boeren die geen geld wilden al is afgerond. De balans is al opgemaakt en de lijsten voor de boeren die wel geld wilden zijn opgestuurd naar het ministerie van Financiën.